Hallo en dankjewel om hier bij mij te zijn. Ik had al een hele korte livestream video opgenomen in verband met door je angst gaan. In deze video wil ik iets meer uitleg geven over door je angst gaan. Voor mij was die livestream video letterlijk mezelf blootgeven en door mijn angst gaan. Waarom doe ik dat dan, door mijn angst gaan? Vooral om mij vrij te voelen. Om mij niet te laten beperken. Angst wil ons zo in ons kleine, beperkte doosje houden. En doen ons niet dansen en zingen en vliegen van plezier. En zelfs dansen, vliegen en van plezier dansen en springen en vliegen. Soms is er ook tranen, woede. En die mogen er ook zijn. Die mogen ook dansen. En die angst, die mag er ook zijn. En die mag je gewoon helemaal voelen. En tegelijkertijd is dat niet iets dat je moet tegenhouden. Want anders ga je niks meer doen. En ik weet het omdat ik zelf heel vast heb gezeten in mijn hoofd. En allerlei gedachten die mij beperkten om te dansen. Om te springen en te vliegen. En ik ben heel blij dat ik eruit gestapt ben. En een van de dingen bijvoorbeeld die bij mij... Ik heb een lange tijd een eetstoornis gehad. En, nee, niet lange tijd. Ik heb rond mijn 30ste een eetstoornis gehad. En dan zat ik helemaal vast in mijn hoofd. En een van de dingen waar ik vast mee zat was... Ik had het constant koud. Koud omdat ik toen zo mager was. En ik voelde dat die koude mij beperkte. Want soms was het leuk om naar buiten te gaan. Ik woonde toen in Mechelen. En vrienden die me uitnodigden om naar een festival te gaan. Buiten op de straat. En ik voelde van, bah, ik heb geen zin om mee te gaan. Want dat is hard te koud. Of, ja, koude. Nee, ik heb geen zin om te zwemmen omdat het te koud is. Terwijl mijn innerlijk kindje, mijn spontane, speelse, vrolijke Lien... wel zin had om te zwemmen of naar het festival te gaan. En ik merkte dat ik daardoor wou gaan. Ik wou angst, ik wou koude niet meer als vijand zien. Ik wou koude als een vriend zien en daardoor gaan. Dus ik heb mij ingeschreven voor een cursus in Tsjechië was dat. En dat was in 2010. En dat was een outdoor cursus. In de winter in Tsjechië, het was min 20. En daar heb ik geleerd om met koude om te gaan. We waren ongelooflijk mooi omringd door goede mentoren. Het was een trektocht van 14 dagen. In de natuur, de hele tijd buiten, slapen in tenten, dagtochten maakten in de sneeuw, in de natuur. En daar heb ik geleerd dat koude geen vijand is. Dat koude gewoon een gevoel is. En ik ben toen heel fier geweest dat ik dat gedaan heb. Dat ik die beperking, die angst die ik had, dat ik daardoor ben gegaan. En dat ik die aandacht heb gegeven en er tijd voor genomen heb. En gekeken heb van... Als een klein kindje, want dat op dat moment is dat... Angst is een klein lientje die heel bang is. Die bang is voor koude, die dat geen aangenaam gevoel vindt. En ik heb dat heel lang weggeduwd. Ik heb gezegd van, zeg, zij is niet zo flauw of doe is niet zo. En daardoor die cursus heb ik dat klein lientje, dat bang was voor koude, heb ik heel veel liefde en aandacht gegeven. Ik heb het niet geloofd. Dat klinkt misschien raar. Ik heb die angst niet gebruikt om mij te stoppen. Ik heb die angst gebruikt en dat kleine lientje een hand gegeven om verder te wandelen en om te laten zien van, hey, het is oké. Je mag bang zijn. En kijk nu eens naar die koude. Voel de koude maar. En ik ben bij u. U bent veilig. Kom maar samen. We gaan die koude voelen. En we gaan er lekker bij zijn. En ik begrijp jou dat koude niet fijn is. En tegelijkertijd erdoor gaan. En voelen en kijken
dat koude ook fijn kan zijn. In de sneeuw spelen. In de sneeuw slapen. In de sneeuw. We hebben daar zelfs op die cursus een standbeeld gemaakt vanuit de, van sneeuw. Dus de sneeuw, de koude, werd fijn. En dan heb ik daar gedaan om die angst om te zetten in een ander beeld van koude. Want het is maar een kleine perceptie die ik had van koude. En door mijn kleine lientje mee te nemen op die cursus en te laten zien van kijk eens, er zijn ook andere manieren om naar koude te kijken. Ik voelde dat enorm vrij. Ik hoefde mij niet meer tegen te houden. En ik ging naar een festival op de Grote Markt in Mechelen. Of ik ging zwemmen. En ook al voelde ik koude, koude was geen vijand meer. En dan wil ik jou ook in aanmoedigen. Ga door je angst heen. Niet door het als een vijand te zien, maar zie je angst als jouw kleine kindje dat bang is. Bang is voor iets. En kijk ernaar, praat ermee en neem het bij de hand. En laat het zien dat je op een andere manier naar die angst kan kijken. En vooral, wees vooral heel liefdevol aanwezig en neem het mee. Wat is voor jou op dit moment een angst die jou tegenhoudt om vrij te zijn? Om iets te doen wat jij op dit moment heel graag wil doen. Maar je voelt die angst, je voelt weerstand. En die angst en die weerstand houdt jou tegen om de stap te zetten. Kijk eens of dat er niet één klein stapje is dat je wel kan zetten. Misschien is het gaan praten met jouw kleine kindje dat bang is. En vragen wat het nodig heeft om toch te stappen. Zet die eerste stap. En laat je zien, ga vooruit. En neem jouw bange kleine kindje mee. En laat zien dat de angst geen vijand is. Maar dat dat net de motivatie is om in de richting van je droom te gaan. Ik wens je een hele mooie dag en ik wens je heel veel moed om met jouw kleine kindje door die angst te gaan en de angst te zien als een vriend of als een aanmoediging om jouw droom te leven. Ik stuur je heel veel liefde en heel veel warmte en graag tot later.